Wacht. Daar? Nee, dat is te hoog. Dat is te hoog. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede morgen, lieve Tatties. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en ik ben op weg naar Amsterdam. De Q Factory. Voor een hele speciale behandeling, hoop ik. Als ze tenminste iets kunnen vinden, ze gaan even kijken. Het is een hele nieuwe methode. Ik heb nog geen idee wat ik kan verwachten eigenlijk. Dus ik neem jullie weer gezellig mee. Ja, we zijn, het heet dus het Q Hotel. En even kijken waar we naar binnen moeten. Geparkeerd. 4,50 per uur. Het staat Amsterdam wel onbekend, hè? Even de ingang zoeken. Oké, het is vandaag 2 april 2021. We zijn in Amsterdam Q Factory. En we hebben vandaag met Robin Bagham en Robin van Beek van Vocal Center en Sergio hebben wij een vocal release sessie. 2 hours later. We zijn terug uit Amsterdam. We hebben dus heel veel gefilmd. Maar, aangezien het zo nieuw is en echt een hele nieuwe een soort treatment is, zoals zij het toch wel in de markt gaan zetten, hebben we besloten om straks uiteindelijk het resultaat zeg maar in één filmpje te gaan laten zien. Ik ga nog even in spanning houden. Ik doe even mijn camera omlaag, want... het was in ieder geval zeer bijzonder. We hebben dus die dry needles gedaan, knooppunten aangepakt en mijn hele lichaam voelt nu alsof ik een marathon heb gelopen, helemaal beurs. Dus dat moet ik er lekker uit gaan lopen en dan moet alles goed komen. Ik ga lekker werken. Wat ben ik wit? Geeft niet. Dat valt eigenlijk wel mee, ik vind je wel mooi goud. Ja. Mooi egaal kleurtje. Nou, het is zaterdagavond. Ik had lekker een vrijdag. De badkamer is zo goed als leeg. Jij niet. Maar we moeten de vloer nog doen. En nog een klein stukje. En dan is het wachten totdat de nieuwe tegels er zijn. Ja. Die komen deze week. Ja. Aankomende week. Dus maar het is een beetje lastig. Want we moeten alles tussendoor doen. Eigenlijk als, ja, je kan niet gaan slopen als Jesse slaapt en als je van werk komt wil je toch ook nog even bijkomen. Ja, en met Jesse zijn. Ja. En, ja. Dus de vloer moet er nog uit en een stukje muur en dan moeten we de muren gaan egaliseren en zo. En dan kunnen we ook een beetje tekenen waar dan we de stopcontacten willen gaan hebben en zo. Ja, en een plafond moeten we maken. En een plafondetje, dus een hoop te doen, leuke uitdaging. Ik heb vandaag heel erg lekkere... amandelmeel muffins, amandel honing muffins gemaakt. Zijn echt super goed gelukt. Dus die zijn hier. Die sturen we naar jou toe. Als die eens een keer scherp stelt. Wil jij deze lekkere muffin winnen? Nee, grapje. Wij gaan paaseitjes verstoppen. We gaan ze verstoppen. Sergio die moet morgen helaas werken, dus die kan niet helpen zoeken met Jesse. Nee. Maar we gaan ze wel samen even verstoppen. Ja. Want dit is nou ook zijn eerste Pasen, ja. Dat hij dus een beetje dingen snapt en zo. En hij begint echt heel goed te praten en hij weet wat ei is. Dus we gaan ze snel verstoppen. Ja, dat vind ik inderdaad een hele goeie. Doe een gele, want dan zie je hem beter. Ja, want nou zie je. Moet je niet al te doen. Ik denk, waar is die dan? Maar hij lag er nog niet. Eentje in de plant. Ja, wel een beetje in het zicht natuurlijk, hè. Zullen we eentje in de wc doen? Donder op, ik ben een film aan het kijken. Eentje in de wc. Maar wel hier. Is hij? Oh ja, lekker. We kunnen er onder bij, hè? Nee. Zat. Die gaan dat ding openmaken. Oh, erin. Jij zegt zo op. Dat wil ik zien. In je eentje? Ja, ja. Tussen de tablet. Zo. Tablet. Waar is die? Ja, maar daar ben je mee aan het spelen, dus dat gaat niet. Okay. Hier zo. Hier zo, schat. Hier. Right. Hier. En daarin. Ja, leuk!
Zo, hier zo. Maar hierin? Ja, daarin. Maar is dat niet te moeilijk? Nee. Ja, ik moet hem ook wel een beetje helpen. Maar Reggie keek je niet, hè? Ik heb er nog vier. Nog vier? Jeetje. Wacht. Daar? Nee, dat is te hoog. Dat is te hoog. Daar in zijn schoen, op de prullenbak. Daar is hij. Ja, toppie. Gewoon in het midden van de tafel. Huppakee. Ja, dat is een opwarmertje. Ja, dat is een teaser. Dat is een teasertje. Oké. Okay. Eens op zijn stoel misschien. Ja, sowieso leuk. Op zijn stoel. En dan nog één. Nog eentje te gaan. En de laatste. Licht. Hier zo. Die stiekem opeten, hè? Ik kan deze spullen over. Nee, dat denk ik dadelijk morgen. Hebben we die ook verstoppen? Ik heb ze wel heel goed verstopt. Ik denk, ik kan ze niet meer vinden. Ja, ik heb een hele grote merci-doos gekregen van een van mijn klanten. Groter dan mijn hoofd. Dus dat is wel super lief. Ja. Dat is meer dan attent. Heel erg aardig. Ja. Nou, we hebben ook nog een paasstoel voor morgen. En we hebben gekookte eitjes. En dan gaan we even kijken of we wat stiften hebben, want we hebben geen verf. Dus we gaan even kijken wat stiften hebben, dat we een beetje kunnen tekenen. Leuk. Leuk! Waar is Jessie nou? Hé? Ik ben Jessie kwijt. Kijk! Wil je het verstoppen? Waar is Jessie Silver nou? Jess! Hé! 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 Oh! Oh, boink! Boink! Dag schat! Dag poppie! Hi. Kus. Mwah. I love you. Kom je eruit? Ja. Hey, weet je wat er vandaag is? Ik kom uit. De paashaas heeft allemaal chocolade-eitjes verstopt in huis. Oh, de aardappel. Nee. Ja, dat is ook een konijn. Dat is Nijntje. En die heeft allemaal eitjes verstopt. Gaan we die zoeken? Ja. Oh, eitjes zoeken, hè? Ja. Ja. Dan ga ik je eventjes aankleden eerst. Bye. Ja, ik kom er. Bye. Jeetje, schat. Oh, oh, oh. Papa? Jessie, wat gaan we doen? Ik ga mijn eitjes zoeken. Gaan we eitjes zoeken? Oh, papa? Papa is aan het werk, liefie. Oh, papa! Nee, liefie, papa is aan het werk. Kom maar. Eitjes zoeken. Hé, die hebben we al gevonden. Ja. Hebben we oma gevonden? Ja. Laten we maar goed zoeken dan. Hé, hey Jessie Silver. Ja. Wat zit er in jouw schoen? Jessie, kom, wat er zijn er nog meer? Doe ze maar in je bakje. Kijk, we gaan nog meer zoeken. Hou me vast, je bakje. Kom, waar liggen ze nog meer? Er zijn er nog meer. Jij wil deze al eten gelijk. Mama hem openmaken voor jou? Ja, mama gaat openmaken. Ijsje gevonden? Ja. Oh, wat ben jij goed. Jessie Silver, zie jij er nog meer? Nee? Nee. Nee? Oh. Paasuitje. Hey, paasuitje. Nog één. Nou, waar zou het nou nog meer kunnen liggen? Ah, ja. Hey, toppie. Heb je al? Oh, we gaan oma even kijken op de grond. Oma, hoe komt het eruit? Zullen we nog verder gaan kijken? Ja. Maar dit is natuurlijk echt gebeurd. Ja! Ja! Nog een ei! Hoera! Hoera! Ik kan bij! Kan je er niet bij? Goed!
Zo, doe maar in je bakkie. Hoera! Ja! Goed zo! Ela was zelf gevonden, die! Hey. Kom er niet bij? Moet mama hem pakken? Ja! Ja! Hoera! Oh, we hebben er nog één. High five! Goed zo! Hoe is het, liefet? Is het lekker? Eén! Wat is dat? Heb je een lekkere ei en een paastel? Doe maar je eitje snijden. Goed zo. We lekker eten. Zo, ik ben lekker overbelicht, maar we zijn inmiddels gezellig bij onze vriendjes Ellen en Finn in Beverwijk. En dat is echt zeker al bijna... drie kwart jaar of een jaar geleden. En we zijn lekker in het speeltuintje. Charlie. Gewoon, het is te lang geleden. Het is gewoon te lang geleden. Dat is niet normaal. Hallo, ik wou jij even die... Wee! Wat kan je dat goed? Ja. Ja. Zo, ik heb geen last van... geen sterrenlures verder, nee hoor. Ga op de schommel. Goed vasthouden. Oh. Vind je dat helemaal leuk? Wat zeg je dan, Charlie? Oei. Oei. No comment, zegt ze. Nee. Ik heb gewoon geen commentaar. Helemaal geen commentaar. Lekker een stille vrouw. Hoppla! Ja, ik heb zakdoekjes toch, schat? Ja, ik heb ook zakdoekjes als je wil. Ja, dus ik er zo eentje. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er binnengekomen? De badkamer. De nieuwe badkamer. Nou, gisteren nog even middenmuurtje eruit gehaald. We waren helemaal blij met z'n allen. Zo, we hebben dus dit er al afgehaald. Dit moeten we allemaal nog doen, want het werd een beetje laat. Dit muurtje moet er nog af in de vloer. Maar we zijn super blij, want we hebben dus gewoon dit hele blok dat hier zat, hebben we weggehaald. En die op de grond zat. Dus daardoor is er al gelijk weer een stuk of 11 centimeter meer ruimte voor de douche. Blij, hè? Ik ben heel blij. Dan kan ik mijn armen een beetje uitslaan. Ja, precies. Dus we moeten de rest nog een beetje afwerken en dichtspuiten en het plafondetje maken en zo. Maar vandaag zijn de stenen al binnen, dus we gaan alles even binnenhalen. Hij doet het nog. Scherpstellen doet hij ook nog. Oké. Okay. Nou, de camera heeft een duikvlucht gemaakt van of de fiets of uit de zak, maar hij doet het gelukkig nog. Ja. Duur grapje. Ja, maar, we gaan verder met hakken. Ik hoop de laatste avond hakwerk en dan kunnen we gaan bouwen. We hebben nu de douchekop besteld. En nou, tegels zijn binnen. Het roostertje hebben we besteld. Wat nog meer, Els? De douche. Oh, ja, de ventilator. Die ventilator moeten we nog kopen. Nee, die voeg leveling dingetjes. Oh, ja. Die hebben we besteld. Dus we moeten nog een lamp hebben. De plank voor op de toilet. En de wastafel voor op de plank. En dan nog een beetje leidingwerk en zo. En dan zijn we er. Nee. Ik ga van heel snel. Ja, 100. En jij komt en dan kom je mij verder helpen. Kom maar, poepie! Je kan het! Kom op! Goed. Is die weer klaar? Oh. Het is afgebroken. Oh. Laatste stukje is het zwaarst. Hè? Die vloer is niet mals.
We moeten hem echt gewoon blok hameren, want echt met die bijtool dan ben je een eeuw bezig. Ja. En dan komen er telkens van die scherfjes af. Is wel even wat af. Hier de stukken los. Ja. Kijk, zo willen we hem. Bijna, poppie. Zal ik dit even opvegen? Kun je zo verder. Goed plan. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, Jessie die kreeg dus gisteren koorts. Even kijken, want de camera is heel hard gevallen. Volgens mij doet alles het nog. Jessie kreeg gisteren koorts en nu zitten we dus al voor de tweede dag in quarantaine. Maar, wat wel grappig is, Els heeft straks een sneltest gehaald. Die hebben we dus uitgevoerd. Dus net een zwangerschapstest. Negatief. Dus dat is een meevallertje. Maar nou ja, gisteren dus een goede 40 graden koorts en vandaag 38 had hij net, hè? Ja, vanochtend 38,5 nog. 38,5 is een beetje aan het zakken. En tot zo. Dat komt wel heel mooi uit. Morgen gaan we een dag weg. Ja, en als hij dus heel erg koorts zou blijven hebben, dan kunnen we natuurlijk niet weg. Dus we moeten vandaag even aankijken, maar het ziet er goed uit. En in ieder geval, de test is negatief, dus dan gaat hij een beetje met een blij gevoel naar, naar mijn moeder. En dan gaan wij ergens een nachtje slapen. Heb je er zin in, schat? Zeker. Zeker. Nou, dat lijkt me een goed plan om, om even af te sluiten eigenlijk. Want we hebben wel weer heel veel gefilmd. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed wat we gefilmd hebben. Okay. Maar het zal vast wel weer een hele leuke video zijn geworden. Ziet eruit, zeg. Jezus. Zullen we het zo doen dan? Zo? Zo van boven zo. Nee, wordt het niet verlezen. En in ieder geval hebben wij... Ja, maar ik mocht dus niet in de zon van de dermatoloog. Dus ik moet nog een... Want anders was ik onder de zonnebank gegaan. Ja. Ik moet even een weekje wachten. Deze week word ik gelezerd. Nou, dus dat. Dus laten we maar gewoon hier afsluiten. En morgen weer gezellig openen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je alles weer meekrijgt als we weer een video uploaden. En dan zeggen we voor nu een hele fijn... een hele fijn weekend. Maar misschien kijk je helemaal niet het weekend. Fuck it. Een hele fijne dag en tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. I just wanna see where your love can take me.